Ik ga Lin volgen en lopen we hier de eerste stap. Oké, jongens, aanschouw het uitzicht. Ik plas bijna in mijn broek. Hoezo? In Hawaii, zonder paspoort. Oh. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug in zijn bij een nieuwe... Hallo, goedemorgen. Hallo, hallo. Zo. Jongens en meiden, het is vandaag de dag dat Lin en ik naar Hawaii toe vliegen. En wij hebben er echt super veel zin in. Echt niet normaal. Het is op dit moment 7 uur 's ochtends bijna. En nou, zoals je kan zien, het wordt net een beetje licht hier binnen. Of buiten. Binnen en buiten. En het is tijd om onze koffers dicht te gaan ritsen. Want straks moeten wij dus de deur uit. Want wij vliegen vandaag om 10:30. Ben je helemaal klaar, lieve schat? Nu wel. Nu wel. Oké, okay, mooi. Dan gaan we deze even dicht doen. Kijk. Oh, die gaat dicht. Zo, die van jou gaat wel makkelijk dicht. Is die van jou al dicht dan ook? Nee, ik kreeg niet dicht dus. Maar het viel wel mee wat je mee had, toch? Ja, maar toch zit die bom vol. Ja, mijn koffer is dus beschadigd de vorige keer op Schiphol. Oké, die zit hier, kan je dat een beetje zien? Nee. Ziet hier een soort van... Een klein beetje. Ja, het hele wieltje was ingedeukt, dus ik moest hem er helemaal zo uittrekken. Zo, dat is nummer 1. Geloof het of niet, maar de koffer van Lin ging makkelijker dan mijn koffer. Dus dat is een goed teken. Ik heb de koffers hier mooi neergezet, dus ik ga ze ook even lekker in de auto laden. Maar ik kan nog steeds niet echt geloven dat wij vandaag gewoon naar Hawaii toe gaan vliegen. Want het is zo'n afstand is. 23 uur is de heenweg in totaal, inclusief de overstap natuurlijk wel. Het is officieel zo'n 17 uur vliegen in totaal, dat we dus in de lucht zitten. Zo, het is echt wel lekker licht aan het worden, hé. Oh, maar jongens, dit is echt, ik denk, de langste reis die je misschien wel kan maken. Gewoon echt precies de andere kant van de wereld. Voor de mensen die niet weten waar Hawaii ligt, je moet het voor de grap maar eens opzoeken. En dan zie je dus hoe ver het is, waar wij straks zitten. Het enige jammere uiteraard aan het van vakantie gaan, is dat je deze beestjes hier gaat achterlaten. Nou, kinderen. Oké, Donner die gaat er vandoor. Poekie. Jongen, de groeten. Ja, Donner rent precies op dit moment lekker weg van ons. Hartstikke dolle uurtje. Nou, de rest volgens mij niet. Sniesje, ik hou heel veel van jou, een mooie vriend van mij. Hé, hey, doe je knappert? Kijk, daar hebben we de Sniff. Doe je Sniff. Knappert. Oh, het zijn er toch een lievertje. Nou, gelukkig hebben we natuurlijk wel lekker oppas en alles geregeld deze hele dagen. Dus dat is allemaal fijn. En dan denk ik dat wij gaan. Zo, de klep gaan we dicht doen. En dan, ja, tot over 2 weken. Mooi huis. De poort. Ja, die is ook nog wel even handig. Helemaal goed. Scherp, Lin. En als we die gedaan hebben, dan zijn we helemaal ready om te gaan. Ja, en het mooie is dus als we thuis komen, jongens, dan is het dus ook dat we gelijk het zwembad bijna gaan beginnen. Dat duurt echt nog maar een weekje misschien dan. Dus dan vallen we gelijk daarin, wat echt heel gaaf was. En wat ook heel fijn is, is dat de klok natuurlijk een uurtje vooruit gaat. Dus als we in Nederland komen, dat het hier echt tot waarschijnlijk 9:30 s'avonds licht is. Dus dat is helemaal top. Dat is echt een goede timing eigenlijk. Wauw, 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 wauw. Jongens, kijk eens. 8:23 komen we weer aan. We zijn gewoon op tijd, lieve schat. Ja, we zijn gewoon op tijd. Wauw, wat een teamwork. Dat is echt heel netjes voor ons. Nee, trouwens, we zijn wel echt goed eigenlijk. Wij komen wel vaak op tijd. Op tijd wel. Alleen met vliegen. Nee, dan niet inderdaad. Ja. Want op zich komen wij op afspraken en dat is altijd wel goed op terwijl tijd. Terwijl dan juist ook heel belangrijk is. Ja, maar met vliegen zijn we altijd aan het haasten. Laat, ja. Maar nu zijn we dus blijkbaar op tijd. Dus dat is mooi. Moet alleen wel het verkeer nog mee zitten natuurlijk. Want ja, dat ziet er een beetje minder uit. Oh, gezondheid? Kom door Poekie. Door Poekie? Ja. Nou, die zie je straks 2 weken niet. Nee, maar de haren hangen nog wel gezellig op ons. Oh, we komen even met een liedje met de titel Hawaii. So now is your heaven. He lying to himself and him to make me jealous. Ja, ken je deze? Ja? Zo, dit is wel een lekker nummer. Ja, ik ben al helemaal in de vibe hoor, jongens. Ondanks dat ik nog geen straaltje zon heb gezien. Weet je wat er weer gek is? Dat we straks de vlog, deze vlog, straks gewoon eindigen als we in Honolulu zitten. Ja. Terwijl nu zitten we nog hier in Nederland. Dat geeft wel een goed gevoel in de zin van, dan lijkt het alsof het al bijna zo is. Ja. Ja, ja, ja. We rijden er onderdoor. Kijk eens. Oh, ja, we zagen hem. Wij vliegen dus met Delta. Dus geen KLM. Maar de Delta valt een beetje onder KLM, ja, toch? Ja, is voor KLM. We hebben geboekt via KLM. Maar het vliegtuig is van Delta. Ja. Dus jongens, we zijn er bijna. Want daar reden ze al. Lin, we gaan even een inburgeringstest doen. Oké.
Een inburgeringstest voor de vlog. Ja, ik weet het al. Oké, okay, kom maar. De Schiffeltoren! Ja, jongens. Yes. Kijk eens, het is zover. De Schiffeltoren. Hij is er. We zijn er. Hoppa. Nou, we gaan de auto hier mooi links gelijk parkeren. Dus dat is top. En we zijn gewoon dus echt wel lekker op tijd. Want het is 9:05 en we vliegen dus 10:30. Dus we zijn 2 uur van tevoren hier op Schiphol. En dat is echt altijd wel gewoon dikke prima. Nou, de auto staat hier gelukkig niet al te lang. Want Jelle gaat hem dus morgen gelijk ophalen. Morgen? Morgen! Morgen. Ik dacht wat is het? Ja, morgen inderdaad. Nou, we gaan die even die koffers er maar eens uithalen. Kijk eens, voor mevrouwtje Hermanissen, alsjeblieft. Lekker bezig, hé. Nou, wij lopen hier al mooi op de roltrap. Het allereerste wat we dus allemaal even gaan fixen is dus de koffers inchecken. Onszelf inchecken. En dat we dus even lekker door de douane heen kunnen. Dan kunnen we chillen. Wij zijn er doorheen, jongens. En kijk eens aan. Daar staat hij al. Of wacht, was dit toen al? Volgens mij wel, hè? D3 was dit. Ja. Ik denk dat dit, ja, of daar in de verte. Dit is dus Delta. Ik ben een beetje tegenlicht volgens mij, maar we zijn helemaal ready om te gaan. Is het eten dan lekker? Weet je dat? Ik heb echt geen idee. Ik hoop het. Heb je ooit vaak gevlogen? Ja, ooit een keer wel volgens mij. Zo'n lange vlucht ook? Dat weet ik ook echt niet. Maar ja, vliegtuigvoedsel is altijd zo smerig, vind ik dan tenminste. Echt niet. Ik geniet altijd van KLM eten. Van KLM eten, ja? Ja. Ja, die stroopwafeltjes zijn lekker misschien. Ja, maar en het ontbijt altijd. Echt? Ja. Nou, ik vind het echt helemaal niks. Oh, heerlijk. Gadverdamme, uit die vieze bakjes dan die ze helemaal net opgewarmd met rijst, hebben. Met kip en ja, ik vind het wel lekker. Echt? Ja. Nou, ik vind het echt helemaal niks. Een Jotel. Sorry, ik hield de mensen op. Maar wat is een Jotel? Wat is een Jotel? Wat? Ik plas bijna in mijn broek. Hoezo? Ik moest even wat filmen. Ze keek je zo lijf aan. Oh. Dit was niet mijn idee. Dit was niet mijn idee. Dit was wel jouw idee. Oh ja, lekker. McMuffin, beef en egg. Ik wil geen bacon. Ik wil de McMuffin. Nee, ik wil ook geen bacon. Zonder bacon. Kunnen we dat niet personalizen? Ja, hier. Hop. Bacon eraf. Baba. Oh jee, we hebben nummer 13. Nummer 13, ongeluksgetal. Ja, en ik heb zelf gedoneerd aan het kinderfonds. En dat is nog een keer een ongeluksgetal. Ja, dat is wel lief. Je hebt 50 cent gedoneerd aan het kinderfonds. Ja, maar je kan ook maar 1 bedrag. Dat is eigenlijk ook gek. Ja, ik kan niet meer doneren. Nee. Ja, ja. Hé, hey, dit is dezelfde plek als waar we een tijdje geleden ook zaten, volgens mij. Waar we toen heen gingen? Nee, waar gingen we toen? Waar gingen we heen? Marrakesh. Ging het naar Marokko? Doe een flashback nu. Dan moet ik het er weer op gaan zoeken. Ja, laat maar. Nou, lekker. Even een McMuffin egg. Ik wil die. Hoezo? Minder kaas. Minder kaas? Oh ja, ik wil meer kaas. Ik wil kaas. We zijn bij het vliegtuig. Het vliegtuig wat ik net filmde is dus inderdaad echt het vliegtuig waarmee we gaan. We zijn er doorheen, jongens. Kijk eens aan, daar gaan we. De slang in. Oh, we moeten dus helemaal naar de achterkant van het vliegtuig. Ik ben heel benieuwd of die, vol zit eigenlijk. Want ik weet het niet. Seattle is nou niet bepaald een locatie waar denk ik heel veel mensen echt naartoe zouden gaan. Nee. Want dat is dus onze eerste tussenstop, jongens. Seattle. Dit is het begin van onze vet lange reis. En vanaf daar gaan we dus inderdaad ook weer verder. Maar eerst even lekker. Oh, je hebt gezegd dat dit, schat, het is 10:30 uur, hè? Ja, zeg maar pas over 11:00 voel je wel buitenlucht. Ja, kijk eens. Wij zitten, jongens, eindelijk. We zitten niet echt op de beste plekken, maar we moeten het hierbij doen. Dus ik denk dat het gewoon veel slapen wordt straks. En ja, we zien het wel. Er worden nog wat namen omgeroepen, ik weet niet precies waarom. We hebben gelukkig wel een schermpje, dus we kunnen straks wel iets van de film kijken. Ja. Als we daar zin in hebben tenminste. Want ja, eigenlijk moeten we deze vlucht voor de jetlag dus slapen, hè? Ja, maar ik ben net wakker. Ja. Ik ben nu pas, voel ik me een beetje wakker. Ja, klopt. Maar ja, als we zeg maar een beetje goed in het Hawaïaanse ritme willen komen, dan moeten we dus nu gaan slapen. Maar we zijn ook echt pas net opgestaan, want het is... Nou ja, net opgestaan, 3 uur geleden zijn we opgestaan. Dus dat is een beetje het gekke nu. Wij krijgen hier uiteraard koptelefoontje, of tenminste ja, oortjes. Oh, het zijn van die kut oortjes die uit je oren vallen. Oké, die plug-in zijn dat. En wat hierin zit is een... Ja, ga jij hem openmaken? Dit is even een unboxing, kom op. Het is een... nee. Oké, maar dan wil ik die. Oké, ja, is goed. Want, wat zit erin? Oh, we zien het op de achterkant volgens mij. Het is een slaapmasker. Ja, die kan je wel gebruiken. Oh, en oordoppen. Die kan ik gebruiken naast jou. Aha. Snufken. Nice. Daar gaan we, jongens. Kijk eens aan. Altijd lekker als je zoiets van een videootje als dit kijkt. Dan weet je dat je naar het buitenland gaat. Wij zitten in de lucht, jongens. We zijn echt al een tijdje of nou ja, een uurtje onderweg. En kijk eens ons eerste gerechtje komt. Hey,
salted caramel. Dat is niet normaal. Dat ziet er wel lekker uit. En we hebben hier een pastaatje. Oh, wat is dat? Kijken? Ja, kijk, dat ziet er dus zo smerig uit. Check your pasta. Die vrouw schreeuwt ook echt. Ik heb echt alweer een uur liggen slapen, jongens. Dus het gaat op zich snel. Het is nog 8,5 uur. Dus dat is nog best wel lang. Maar de pasta is best lekker. Het is een kaaspasta. We hebben ook een cola erbij. Kijk eens. Nou, Lin is niet beleid te krijgen met een cola natuurlijk. Maar ja, ik ga het even laten zien. Kijk, waar wij nu vliegen is dit. Hier, we vliegen nu richting IJsland en daarna gaan we over Groenland. En daarna komen we dus aan boven Amerika. Kijk, dat is altijd wel leuk om te zien. Kijk wat we krijgen. Stroopwafel. Starbucks. Hey, Starbucks in het vliegtuig gewoon. What the fuck? Oké. Dit is nieuw. Dit ken ik niet. Ik zit hier een film te kijken, jongens. De film Ferrari. Dus ik vermaak me wel. Het is nog 4,5 uur. Die keek jij dus? Ja. Het laatste uur is ingegaan. En we hebben een kipbroodje gekregen. Ja, lekker. Ziet er heel lekker uit, vind je? Ik moet zeggen, deze ziet er ook wel weer goed uit. Kijk. Broodje kip. Er zit gewoon kip in. Goedemorgen! Zo, tenminste, jongens en meiden. Wauw. Wij zijn aangekomen in Seattle. En kijk eens even daar in de verte. Zien jullie dat daar? Zien we dat op beeld? Daar die berg in de verte? Ik zie hem namelijk wel. Ik weet alleen niet of ik hem op camera krijg. Lin en ik zijn hier aangekomen op het vliegveld van Seattle. En het is hier op dit moment... Ik ga even kijken. Lin is namelijk even wat dingen aan het doen. 5:01 smiddags. Dus het is ineens een hele andere tijdzone hier. Het is eigenlijk in Nederland volgens mij nu al 8 uur 's avonds. Dus bij jullie is het alweer avond. Maar wij zijn dus helemaal teruggegaan in de tijd natuurlijk. En dan kom je hier dus aan in Seattle. Check, dit is even, jongens. Kijk eens even. Ik loop hier even een rondje. Ik ga daarna snel Lin zoeken, want die was even naar het toilet. Maar check dit. Oeh. Echt, ja, in de verte zie je daar ook weer een heel gebergte liggen. Dit is dus echt het noorden van Amerika waar wij zijn geland. Oké, maar nu moet ik echt even gaan lopen, want ik heb geen idee waar Lin is. En kijk eens jongens, we staan in de vertrekhal van het vliegveld. Ik heb Lin ondertussen gevonden. Hallo jonge dame. Hallo. Welkom in Seattle. Dankjewel, jij ook? Ja. Wow. Wat? Ik zag gewoon bergen. Ja, dat zei ik net toch ook al? Ja, dat heb ik. Ja, dat is echt super ziek. Je hebt dus heel overal bergen hier rondom het vliegveld. Het is sowieso trouwens echt een heel groot vliegveld. En we hebben hier dus 3 uur lang een overstap. Volgens mij zijn wij dus nu over de helft van onze reis, jongens en meiden. Hierna moeten wij dus nog 6,5 uur in het vliegtuig naar Honolulu toe. En dan komen we pas echt aan in Hawaii. Super gek, maar ik denk dat we maar eerst even een rondje gaan doen om het vliegveld een beetje te verkennen. Want het is best wel groot en we hebben allebei natuurlijk best wel honger nu. Kijk dan, dit is zo gek jongens. Honolulu, echt een plek waar je gewoon normaal gesproken nooit zou komen natuurlijk vanuit Nederland. Maar onze vlucht gaat om 3:59, dus dat is deze. Air France KLM is dat. Kijk, hier staat hij. Wij zitten lekker even bij een restaurantje. En ik moet zeggen, ondanks dat we hebben echt wel 5-6 uur geslapen, denk ik, in het vliegtuig. Maar ik ben maar een uur wakker geweest. Ik ben alsnog wel gewoon een beetje moe. Ik niet. Jij niet? Nee. Jij bent helemaal wakker? Ja. Ja, we moeten dus nu proberen de volgende vlucht helemaal wakker te blijven. Zodat we een beetje in het Hawaii-ritme komen. Ja. Nou, kijk staan. We beginnen gelijk met chicken strips en frietjes. Lekker Amerikaans dit, jongens. Kijk eens even. Jongens, we zijn net klaar met eten. Welcome to Seattle. Die berg daar, die zag ik dus net liggen. Het is echt best wel een mooie plek, dat Seattle. Oké, jongens en meiden. Het is op dit moment 2:30. Wij hebben lekker gegeten. We zitten nu te wachten bij de gate. Maar om 4 uur vertrekt dus pas de vlucht naar Honolulu. Dus we hebben nog echt 1,5 uur dat we hier eigenlijk eventjes moeten wachten. Er staat nu ook... Denk je? Wat? We moeten genoeg borden ook. Ja, alleen er staat nu Parijs op de borden. Dus ik begin nu te twijfelen of we wel bij de goede gate zitten. Want ons vliegtuig vertrekt over 1,5 uur. Alleen hij staat nog helemaal niet op de borden hier. Dus het zou niet best... Parijs, KLM. Ja, wel iets met KLM. Ja, maar dat is Parijs. Parijs. Ja, dat zie je. Ja. Het is hier ook nog niet echt druk. Maar misschien omdat we gewoon echt veel te vroeg zijn. Of dat kan. Oh, er gaat precies nu wat veranderen daar. Boven het A10 bord... Misschien dat het nu Hawaii op komt te staan, van de Lulu. Ik heb het snel even gecheckt. Hey, als we hier instappen, gaan we naar Parijs.
Dus dit is hem niet. We moeten naar A12, dus we zitten verkeerd. Oh, we zitten echt verkeerd. Ja. Hoe heb je dat dan zo verkeerd gezien? Ja, nee, het is gewijzigd. Dus het was eerst A10, maar nu is het A12. Maar we kunnen wel even wachten hier, want ik kan hier tenminste wel mijn telefoon laden, jongens. Dus dat is even top. Kijk eens aan, jongens, de laatste tunnel. Het is eindelijk zover. We gaan naar Hawaii. We gaan eindelijk het vliegtuig hier instappen om naar Hawaii toe te gaan. Oei, 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 oei. Daar gaan we. Zo, jongens, de schoenen gaan gelijk uit. Aangezien dit is een vlucht van 5,5 uur, dus blijkbaar roepen ze net om. 5,5? Ja. 6,5? Nee, ja, ze zeggen net 5,5. Oh, beter. Maar dat klinkt echt alsof het gewoon helemaal niet ver is dus nu eigenlijk. Alsof we er straks dus zo zijn. Terwijl normaal gesproken van 5,5 uur vliegen vanaf Nederland, dan zit je in Dubai. Dus het is nog best wel een afstand natuurlijk die we moeten afleggen. Omdat we net al 10 uur gevlogen hebben, lijkt het echt een hele korte vlucht nu eventjes voor mijn gevoel. Kijk, nu kunnen we het goed zien. We zijn dus nu in Seattle, Noord-Amerika. Maar we gaan dus straks gewoon echt weer... We komen helemaal van die kant natuurlijk. Maar we gaan straks weer helemaal verder naar echt het midden van de oceaan. En daar gaan we straks hier. Kijk hoeveel water. Daar gaan we dus straks landen. Oh, dit ding is een beetje traag. Ja, daar. Kijk. Ja, we kunnen niet naar buiten kijken, maar... Ik kan die telefoon filmen. Huh? Ja, dat gaat me niet lukken, denk ik. We gaan door de wolken nu heen. En dan gaan we straks dus gewoon echt landen, jongens. Eindelijk, na iets van bijna 25 uur reizen in totaal. We zijn 7 uur 's ochtends de deur uit gegaan. En Nederlandse tijd is nu dus ook alweer... Oh, het is nu 5:30 Nederlandse tijd. Ja, ja. Dus we hebben 23 uur gerezen in totaal. Gereisd. Ik vond het eerlijk gezegd best wel snel gaan. Ja, ik ook, want ik heb alleen maar geslapen. Ja, dit bedoel ik. Hier gaan dus de vlogs vanaf deze week allemaal komen, jongens. Kijk eens. Echt gewoon vanaf deze plek gaan jullie straks onze vlogs kunnen bekijken. Andere kant van de wereld. Maar eerst nog even landen. Kijk eens even, er komt een rode zon hier helemaal door. Zo, dit is wel echt een heel mooi beeld. Oh, en hij is weg. Wajo, jongens. Eindelijk weer lekker staan. Eindelijk kunnen we het vliegtuig uit. We hoeven geen vliegtuig meer in. Oké, we moeten deze kant op. Bye bye. Ik ga Lin volgen en lopen hier. De eerste stap. Wow, het voelt nou warm. Is het al warm, ja? Zo jongens, wat een drukte hier nog eventjes. We moeten even natuurlijk overal doorheen nog. Ik denk dus dat we niet echt meer door een paspoortcontrole heen hoeven. Omdat we al, dat hebben we al in Seattle gedaan. En dat is natuurlijk ook Amerika. Dus we zijn in principe in Amerika gebleven. Want Hawaii valt ook... Ik heb er echt niet nog een keer zin in. Nee, weer zo'n lange rij staan. Want Hawaii valt dus ook onder Amerika. Maar we gaan eruit. Kijk eens. Leuk, aloha. Wat betekent dat? Kijk, het eerste wat ik zie, flower shop. Van die bloem. Zie je? Kijk. Oh, ja. Ik weet natuurlijk wel wat aloha betekent, jongens. Dat betekent hallo. Ja, kijk, dit bedoelt Lin. Flower shop. Echt zo'n Hawaii dingetje gelijk. Met deze dingen. Ja, dit is wel echt van die... Van die foto's van Hawaii, toch? Ja, echt van die... Dit zijn verse. Oh, wow. Huh? Kijk dan. Het is vers gemaakt. Wat cool, joh. Die hangen ook gewoon in de koelkast. En inderdaad. Kijk, staan we niet op de paspoortcontrole. En we hebben hier gelijk de koffer van Lin. Ben is zo blij, denk ik. Oh, dan weten we dat het in ieder geval goed is gegaan. Zo, inderdaad. Nu die van mij nog. Maar we hebben er één in ieder geval. Maar hij kan ook daar liggen. En ik heb ook mijn koffer en kijk eens aan, ook Amerikaanse stoplichten zoals je hier ziet. Dus dat is allemaal wel fijn. Het ziet er allemaal gewoon goed uit. We lopen buiten en ik moet zeggen, de temperatuur is al gewoon best wel lekker. Ondanks dat het nu net donker geworden is. Zullen we via links? Ja, is goed. Via hier. Oh kijk, het is nog gewoon best wel licht, jongens. Check eens even dit. Oh. Je lekker die palmbomen? Wat zeg je? Ik kan niet uit de snelheid. Oh, sorry, ik zal door blijven lopen. Wij moeten dus naar Sixt voor onze huurauto. Dan gaan jullie zien wat ik gefixt heb. Wat mij wel ook al opvalt is alle kleuren. Ook op die borden en zo. Okay, het wel voor... Is het nou echt warm of niet? Het is best warm, ja. Ik moet ook echt wel zeggen, het ziet er ook allemaal op zich best wel fancy uit.
de hele terminal en alles dit hier. We zijn even bij Sixt binnen geweest om dus alles te fixen. En nu gaan we naar de auto toe en dan krijgen we de sleutel. Het is toch iets anders geworden dan ik online had geboekt, maar ik ben heel benieuwd. Jij ook? Ja, ik ben heel benieuwd. Oeh, spannend. Oké, kijk, we hadden dus de keuze uit deze auto, een BMW. Maar jongens en meiden, oké, we hebben hier... Welke is het? Oké. Deze. De grijze is het. Heel mooi. Kijk, we gaan uiteraard voor de Jeep toch hier. Jongens, wat top. Dit is wel echt de perfecte auto voor op Hawaii. Check eventjes hier dat kenteken. De Aloha State. Oh. Dat is cool. Cute. Nou, wat leuk. Maar jij zei dat het dak een dingetje was. Ja, het heeft een open dak. Maar zo te zien is het een kleppensysteem die je moet open doen. Het is dus niet even een schuifdak. Maar je moet hem echt open klikken als je dus het dak eraf wil halen. Maar op zich moet dat wel lukken, denk ik. Ik heb een Jeep gehad, dat weten heel veel van jullie waarschijnlijk. Wel een hele omgebouwde Jeep. Ik heb hem wel een half jaar weggedaan omdat ik het helemaal niks vond met rijden in Nederland. Maar in landen als dit, ja, dan is het natuurlijk wel echt gewoon de perfecte auto, denk ik wel. Yo, bekend terrein, jongens. Ja, kijk, je hebt dus hier een heel kleppensysteem in die auto zitten. Hoe je dus dat dak eraf moet halen met al deze schuifjes. En die schuifjes daar. Maar dat gaan we pas morgen doen, denk ik. Lijkt mij. Ja, ik denk het ook. Het is nu toch donker. Het is wel pas net 7 uur geweest. Maar om het nu helemaal eraf te gaan halen heeft niet heel veel zin, denk ik. Maar het kan volgens mij helemaal eraf, hè? Kijk, echt al die kleppen kunnen eraf. Maar ja, helemaal stel, open. Stel hè, je doet het en het gaat ineens keihard regenen. Dan moet je gewoon één voor één die dingen erop doen. Ja, dan ben je de lul. Dus je moet het ook wel goed kunnen, zeg maar. Ja. En niet dat je daarna niet meer weet hoe je dat dak erop moet doen. Oké, engine start. Daar gaan we, in de Jeep. Nou, we zitten helemaal ready in de auto, jongens. Ik zat even te kijken met lampjes en alles. Dit is een beetje het licht. Is het mooi licht zo of niet? Het kan mooier, maar het is prima. Ja, het doet me echt denken aan mijn vorige auto, jongens. Dat was met het licht was het ook altijd heel onhandig. Had ik altijd tegenlicht als ik mijn camera op mijn dashboard zette, want er kwam het licht dus van achter. Maar kijk eens eventjes hier voor rond, ik doe even het licht weer uit. Ja, je ziet hier niet zoveel op dit moment. Nee, je ziet niet heel veel, maar je ziet gewoon de snelweg. Ik denk als je hier overdag rijdt dat je alle mooie bergen en alles al ziet. Maar ja, die zien we nu dus helaas niet omdat het nu natuurlijk, hoe laat is het? 7:30 s'avonds is. En het is echt al helemaal donker. Net in het vliegtuig was eigenlijk de zonsondergang al. Maar ja, dit is op zich ook al. Het ziet er wel mooi uit. Ik had niet, bij Hawaii dacht ik niet per se zo aan bebouwd gebied of zo. Nee, ik ook niet. Echt flat gebouwen en alles. Maar blijkbaar hebben ze dat ook al. Maar dat is een, Honolulu is ook gewoon best wel een grote stad natuurlijk. Ja. Honolulu is de hoofdstad van Hawaii. En daar zijn we op gevlogen. En daar zit straks ook ons hotel, dus aan het water. Daar gaan we nu heen. Maar ja, ik denk overdag dat het wel echt een ziek wereld van verschil was als je dat hier rondrijdt. Jongens, het is toch eigenlijk echt super gek. Daar hebben Lynn en ik net over. Dat je midden in de oceaan ook gewoon... Wij dachten echt, het is alleen maar natuur hier, toch? Ja, je hebt gewoon een super moderne stad. Ja, het is gewoon echt... Ja. Hier, we staan gewoon in de file. Om 7:30. Want je hebt daar allemaal mooie flatgebouwen en alles. Daar zit ons hotel ook, als het goed is. Maar ja, heel stom. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Want ja, Hawaii is echt groot, super hè? Logisch, maar alsnog, zeg maar. Ja, we hadden daar niet over nagedacht. Stereotype wat wij denken, waarschijnlijk. Ja. Deze auto geeft me echt hele erg flashbacks trouwens. Wel leuk dat we deze toch hebben. Wij zijn er. Sheraton Waikiki. Het ziet er echt heel mooi uit. Hier, kijk eens. We gaan even kijken waar de auto kwijt kunnen. Maar alles hier staat ik met dit soort vuurdingen aan. Heel de straat, zie je dat? Beetje voor de sfeer. Daar is ons hotel. Met de palmbomen en alles. Ik ga even de camera aan jou geven. Gaan we even op zoek naar een parkeerplaats. Ik heb geparkeerd. De auto staat op zijn plek. Kijk eens aan. Ja, het is wel echt een leuk ding. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar nu gaan we naar de lift toe en dan naar het hotel. Het zag er in ieder geval net allemaal wat we net in de auto zagen echt heel erg mooi uit. En veelbelovend. Dus het kan alleen maar goed gaan, denk ik. Ladies first. Thank you. Alsjeblieft. Wow, kijk eens. Je komt gelijk vanuit de lift. Dus hier aan bij de lobby beneden. Dus dat is wel goed geregeld ook. Oké, kijk eens aan. We moeten op deze knop drukken. Oh. Dan gaat hij open. Oh, kijk. In het midden moet je op de knop drukken en dan gaat de lift gaat die open. Nou, we hebben een bandje omgekregen, jongens. 29, denk ik. Ik zie 29 staan. Ik denk dat dat... Is dat op de 29e verdieping zijn, hè? Ja, ik ben er bang van. Zo, dat is best hoog. Het is een gebouw van 31 verdiepingen. Als we op de 29e zitten, dan is dat wel echt gewoon bijna aan de top dus. Dat is wel leuk. En mooi uitzicht. Ja, heel mooi uitzicht.
Wow, check dit. Dit is 2936. Dit heeft echt gewoon een ziek grote deur. Ik weet geen idee wat dat is. Die hebben wij dus niet. Hoeft ook niet. Oh, maar tering. Ja, lekker op het tapijt. Onze kamer is dus hier. Even kijken. Scannen. Werkt dat zo? Ja. Zijn we ready? Zijn we ready? Zijn we ready? Oké, zullen we die koffers zeker wel eerst doen voordat we ze weer op de gang staan? Ja, de vorige keer liet die op de gang staan inderdaad. Oh, het is wel schoon. Dat vind ik altijd zo fijn. Ja, dat is wel lekker inderdaad. Zo jongens, eindelijk na 23 uur reizen jongens zijn we er dus. Kijk eens aan. Oh, ik ga eens even checken. Oh, dit was die kamer waar we stonden zonder toilet toch? Oh ja, dat stond er. Ja. Maar er zit wel een toilet, hoop ik. Ja, kijk eens. Oeh, wel een douchegordijn. Daar ben ik geen fan van. Ik wilde het zeggen, maar ik dacht ik zeg het niet. Ja, dat heb ik laatst volgens mij in een vlog verteld. Dat ik een douchegordijn echt een hekel aan heb. Maar, het mooiste. Oh, dit gaat morgen zo mooi zijn. Denk je? Dit heet ook Diamond Head. Ja, zo heet de berg in de verte. Oké, jongens. Aanschouw het uitzicht. Wat wij nu ook voor het eerst gaan zien. Ik zie alleen maar reflectie. Wow. Kijk. Zo. Maar echt hoog ook. Kijk eens even. Echt gaaf, die bergen daar ook. Jeetje jongens, ja, het uitzicht is nu al super mooi. Laat staan als straks de zon hier opkomt en je alle prachtige natuur hier ziet in... Als je naar beneden kijkt, zo, dan word je echt even niet goed. Zo! Vanaf ik ben je echt dood. Ja, kijk eens even, maar ik zie nu al gewoon dat het water blauw is op camera. Ja, kijk dan. Je ziet nu al dat het gewoon blauw water is. Oh, nou, welkom in Honolulu. Dit is dus lekker onze kamer. En ik kan eindelijk even gebruik gaan maken van het toilet. Ja, jongens en meiden. Ja, ik... Oh. Oké, we zijn in Hawaii aangekomen. Het is allemaal geweldig en prachtig en top en super. Maar wij staan net bij de incheck van het hotel. Dus dat gebeurde hiervoor al. En ik ben mijn paspoort verloren. Ik ben mijn fucking paspoort verloren. En ik weet niet waar. En we zitten aan de andere kant van de wereld, in Hawaii, zonder paspoort. Ja, ik heb hem wel nog, hè. Ik heb hem wel nog. Oh. Oké, ik was echt lijp in de stress net, omdat ik gewoon echt uit ellende even niet meer wist wat ik moest doen. Maar we hebben gelukkig gewoon alles maar even lekker ingecheckt, want we wilden zo snel mogelijk naar de kamer. Maar ik heb gewoon geen paspoort. Ik kan niks. En ik heb dus een vermoeden. Ik denk dat die ergens uit mijn zak is gevallen. Want dit is ook echt zo'n rotbroek met van die halve zakken. Ergens op Seattle. En dat ik hem daar... Ja, want in Seattle heb je hem wel nog nodig gehad. En toen had je hem ook. Ja. Dus hij is in Seattle. Daar moet hij liggen, waarschijnlijk. Ja. Nou, nu heb ik geprobeerd te bellen. Alleen ze zijn dus niet open, want ze zitten ook met tijdsverschil. Dus ik kan pas morgenochtend bellen om te vragen of zij hem hebben gevonden. Hier op Hawaii hebben ze hem niet gevonden. Ik heb hun ook nog gebeld net het vliegveld. Om te vragen of zij toevallig wat hebben gezien. Zij hebben hem dus ook niet gevonden. Dus, al mijn hoop is nu op morgen. Dat ze morgen mijn paspoort hebben gevonden als ik bel. In Seattle. En dat ze hem misschien dus naar hier kunnen opsturen. Maar dat is de vraag. Ik weet het niet. En wat ik anders moet doen is echt de vraag. Dat is echt de vraag. Want... zonder paspoort kom je nergens en we zitten hier midden in de oceaan. Letterlijk jongens, ik heb het jullie net laten zien. Het is hier gewoon een eiland natuurlijk. En voor de rest zee. Dus er is geen... Je kan geen kant op. En het ergste, wat? Over 5 dagen hebben we een vlucht naar een ander eiland. Ja, over 5 dagen. Dus we zitten echt eventjes met een heel groot probleem. Echt even een domper hier op het begin van de vakantie. Maar ja, dat gaan jullie dus pas waarschijnlijk ook morgen zien hoe dat allemaal gaat aflopen. We willen de pret in ieder geval niet laten bederven. Want nou ja, we zijn er gelukkig. Het is beter dan dat ik mijn paspoort had laten liggen op Schiphol. Omdat we niet eens hier naartoe hadden kunnen gaan. Gelukkig zijn we op Hawaii. Dat is het belangrijkste. En ja, hoe we dat dan straks moeten gaan doen, weet ik niet. Misschien iets van een nooddocument. Dat is allemaal echt even een beetje hetgeen wat we nu nog moeten gaan uitzoeken. Maar omdat we ook met zoveel tijdsverschil zitten, is dat best wel lastig. Want ik ga ook even de ambassade bellen in Nederland. Maar ja, het is hier nu 9 uur 's avonds. En bij jullie is het nu 8 uur 's ochtends of iets. Dus die is ook nog niet open. Tot zover even mijn verhaal over mijn paspoort. Ik hoop dat het allemaal goed gaat aflopen. Lin zegt net tegen mij, Gio, hoe dan? Hoe dan? En ik zeg, ja, weet je, je maakt wel altijd wat mee met mij. Zeg maar, het is altijd spannend. Ja, altijd spannend. Maar zeg maar, indirect ben ik er ook de dupe van. Ja.
Maar ja, ik was wel degene die jou net even moet inpraten. Ja, je hebt me even de pep talk gegeven, want ik zat er echt even zwaar doorheen. Echt waar. Ik zat er echt zwaar doorheen. Net toen we de kamer binnenkwamen, denk ik helemaal leuk. Van, oh kijk, prachtig allemaal. Maar ik zat er echt even doorheen. Want ik wist echt even, ik was tot ten einde raad. Maar we zijn nu een beetje bijgekomen. Ja. Kijk jongens, blijkbaar kan je ook de Rijksoverheid appen met een vraag. Dus ik hoop dat zij dit voor mij ook gaan oplossen. Ja, het is echt helemaal kut. Maar ja, hè? Het is zeg maar nu zo'n... Ik ben zo super blij dat we in Hawaii zijn, maar ook zo'n super kut gevoel omdat ik gewoon dat ding kwijt ben. Ik heb ook wel opgezocht, er zit dus blijkbaar wel een soort van Nederlandse ambassade hier in Honolulu. Dus dat is ook nog goed nieuws. Maar ja, dat komt waarschijnlijk allemaal morgen pas. Wij gaan de kamer uit. En het gekke is dus weer, je moet hier, kijk, elevator. Weet je wat ik dacht, toen we binnenkwamen en ik zag die ronde, toen dacht ik even aan de cruise, dat je op een schermpje moest tikken. Oh ja, en dat dan daar een lift over ging. Ja, dus ik zat Maar het is nu wel weer ook random hoor. Ik denk dat het wel een beetje hetzelfde systeem is. Want je drukt gewoon op het midden en je moet maar kijken welke lift erop gaat. Dus het werkt op zich wel een beetje hetzelfde als op de cruise inderdaad. Wij lopen hier dus echt totaal uit en de vibe hier is echt best wel gaaf. Want ik zei net ook al in de auto met al die fakkels en dingen die ze hier hebben hangen. Weet je waar het me een beetje aan doet denken? Dat hotel in Marrakesh, daar had je ook die fakkels over. Oh ja, toen gingen we nog een Expeditie Robinson. Ja, laten we dat even vergeten alsjeblieft. Wauw. Ja, voor de mensen die die vlogs gezien hebben, die weten waar we het over hebben nu. Dat was wel leuk. Maar hier, overal fakkels. Hier daar ook. Hè? Fuck! Oh nee, dat... Oh, fuck! Dat is Amerikaans, Wauw, oh. Wow, kijk eens wat een mooie straat waar we hier belanden. Dit is ook gelijk naast ons hotel. Oh, mooi plekje, hè? Heel mooi. Het doet me echt denken aan Miami. Ja, dus Marrakesh, Miami, van alles gewoon. Het is een mix. Ja. Het is een beetje hier de standaard. Dat ze gewoon, het lijkt alsof de straatverlichting gewoon standaard een fakkel is. Dus dat is, hebben ze overal hier. Het heeft echt gelijk zo'n tropische vibe. Ja, toch? Ja. Dat is wel zo. Wij zitten hier met het hotel ook wel echt een beetje in het mooie gedeelte, denk ik. Want je hebt hier allemaal van die gave winkels. En kijk dit, als ik me omdraai, hoe mooi dit allemaal gemaakt is. Met die bloemen. Het is echt een goed gedeelte, dit. Ons hotel zit gewoon daar. Ja, gewoon hier. Gelijk. Dat wisten we eigenlijk helemaal niet. Nee. Zo, dit is de plek waar Lynn en ik morgen even gaan winkelen. Hè? Nou, ik heb niks meer nodig. Ah, dat is waar. Oh, deze, die skippen we even de hele vakantie. Oh, nee. Melanie zegt tegenover ons hotel. Melanie is jaloers. Je gaat zo jaloers zijn. Het is echt leuk om hier helemaal rond te lopen en alles even een beetje te zien zo. Waar gaan we nu op af? Oké, jongens, het is echt de laatste keer dat ik over de fakkels begin. Maar die geven echt zo'n aparte sfeer hier. Ja, ik blijf ook foto's maken over de fakkels, ja. Maar het is overal hetzelfde, maar het blijft mooi. Ik ben zo blij dat ik een vlogger ben en dat ik die straks allemaal terug ga kijken. Oh. Wat ons wel echt opvalt nu we een beetje een rondje aan het lopen hier zijn, is dat er heel veel groen is. Heel veel. Heel veel groen. Lekker allemaal bomen en alles. Nou, ook dus veel torens. Maar wel echt gewoon heel veel bomen. En we zijn wel tot de conclusie gekomen dat de trui echt te warm is. Ja, het is wel echt goed warm. Zo. We zijn weer terug bij het hotel. Sheraton Waikiki. Ja, mooi plaatje. We vragen ons af, hoe gaat het? We vragen ons wel af, van hoe gaat dat? Zal dat gewoon met een gasleiding in de grond of iets gaan? Ik neem aan dat niet elke avond iedereen die dingen aan gaat zetten hier. Dat ze daar iemand voor hebben, dat lijkt me niet. Ja, hier zit zo'n kraantje, zie je dat? Wat? Zo'n draaiding. Jawel hè? Ja. Ja, het zal wel met een gasleiding in de grond zijn inderdaad dus. En zo zijn we weer terug in de kamer jongens. Kijk eens naar het fantastische uitzicht. Dit gaat zo ongelooflijk mooi worden morgen in de vlog. Jullie moeten echt de vlog van morgen kijken. Dat zeg ik altijd natuurlijk, maar je hebt nu ook echt een reden om te kijken. Want dit gaat echt prachtig worden denk ik. Wij zijn zelf natuurlijk ook ontzettend benieuwd, maar we zijn dus inderdaad weer lekker hier terug. Helaas nog steeds geen vordering in de zaak paspoort verloren. Dat gaat dus ook echt pas morgen in de vlog worden. En misschien wel een leuk feitje om te vertellen. Deze vlogs zijn super actueel. Want deze vlog komt voor jullie om 5:30 al online. En bij ons is het nu 11:00 s'avonds. Maar in Nederland is het nu, dezelfde dag dat deze vlog online komt om 5:30, is het dus nu al volgens mij 10:00 ochtends. Dus eigenlijk komt zowat de vlog op dezelfde dag online als ik dit maak. Dus ik maak mijn vlogs echt heel actueel nu. Maar dat is wel leuk, want dan zijn jullie er dus echt... Ja, elke avond heel snel bij. En dat komt dus omdat wij natuurlijk in een tijdsverschil zitten hier met de
11 uur terug. En met mijn vlogs loop ik altijd maar één dag achter. En dat is nu dus maar 12 uur eigenlijk, want we zijn 11 uur terug de tijd in. Kijk, Lin heeft deze ook mooi meegenomen. Dit was het in ieder geval voor vandaag, jongens en meiden. Morgen om 5:30 komt dus uiteraard weer een nieuwe vlog online. Hopelijk is het probleem dan een beetje opgelost. Oh, ik hoop zo dat ze hem hebben. Ja, want het gaat anders echt ook effect hebben op de hele week, hè? Maar dat moeten we maar... Stop. Ja, dat moeten we maar echt even gaan kijken. Dus we weten niet. Maar wij gaan lekker hier het bed induiken. Want morgen een hele mooie dag. Gaat echt fantastisch worden. Dus ik ga het kort houden. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken naar de allereerste Hawaii-vlog. En dan zeg ik nu tot morgen. En later.